Welkom in je nieuwe huis. Dit zijn energiezuinige woningen en dat komt omdat er heel goed is geïsoleerd. Ook zijn er slimme apparaten gebruikt. Hoe dat precies werkt, leg je weer graag uit in deze video. In de kamers van je woning ligt een laagtemperatuur vloervormingssysteem. Dat betekent dat je bijna alle vloerbedekkingen kunt gebruiken. Denk aan laminaat, marmoleum, een hardhout vloer, dat kan ook. Maar geen hoogpolig tapijt. En gebruik ook geen isolerende ondervloer, want dan wordt je woning niet warm. De belangrijkste installatie is de warmtepomp. Die verzorgt niet alleen de vloerverwarming, maar ook het warme water. Het voorraadvat bevat 150 liter water. Dit is voldoende om elke dag warm te kunnen douchen. In de technische ruimte hangt een lijst met QR-codes. Als je deze scant, krijg je meer informatie over de installaties. De verwarming in je woning regel je met de thermostaat in de woonkamer. De verwarming werkt helemaal automatisch. Het heeft daarom geen zin om de temperatuur constant te veranderen, ook 's nachts niet. Houd daarom de temperatuur altijd op bijvoorbeeld 18 of 19 graden. De ventilatie werkt automatisch. De ventielen in de keuken, badkamer en toilet zuigen de vuile lucht af. Via de roosters boven de ramen komt de verse lucht naar binnen. Zet daarom altijd je roosters open. De ventilatie regel je met de standaardschakelaar in de woonkamer. De CO2-sensor in de grote slaapkamer staat ook in contact met de ventilator. In de meterkast zit de watermeter met aan de zijkant de data-aansluitingen van KPN en Ziggo. In het midden de slimme meter met daarboven de standaard groepenkast. Met daarin een tweefase fornuisgroep voor het elektrisch koken. De lichtgroepen, de PV-groep voor de zonnepanelen. Drie aardlekschakelaars. En de hoofdschakelaar om de woning spanningsvrij te kunnen maken. Uiteraard heb je ook een rookmelder. In de rookmelder zit een noodbatterij. Als de noodbatterij bijna leeg is, hoor je af en toe een piepje. Wacht dan niet te lang en vervang je batterij. In je voordeur zit een speciaal slot. Dat noemen wij een driepuntsluiting. Als je de sleutel omdraait, komen er drie pinnen uit. Voorkom inbraak, gebruik het slot. Om extra verse lucht binnen te halen, kun je bijvoorbeeld elke ochtend twee ramen 5 minuten openzetten. Alle informatie staat ook in de woonwijze. Deze ontvangt u bij de sleuteluitgifte. Op dat moment ontvangt u ook de handleidingen van de installaties. Lees deze goed door. Oh ja, mocht je daarna nog vragen hebben, neem dan contact met ons op.